Bij een grote politieactie zijn dinsdagochtend 11 inbrekers van hun bed gelicht. De jongeren tussen de 17 en 20 jaar maken volgens de politie deel uit van een crimineel netwerk in Den Haag-Zuidwest. Een groep van 70 jongeren zou de buurt in zijn greep houden met mishandelingen en intimidatie. Diabetespatiënte Joshra heeft geen boete van €50, maar een waarschuwing gekregen. Dat heeft HEMA maandag laten weten. Het meisje belandde in de cel nadat ze in de HEMA in de Grote Marktstraat was aangehouden door beveiligers. Die zagen haar aan voor een junk toen ze insuline spoot in een pashokje en daarbij urine verloor. De Van Olstade School en het Christelijk College De Populier mogen zich excellent noemen. Staatssecretaris Sander Dekker reikte maandag de predicaten Excellente School 2013 uit in de Nieuwe Kerk. Excellente scholen zijn scholen die zowel op de kernvakken als daarbuiten excellente resultaten behalen.